natuurlijk wel zo dat wij als gemeentebestuur in onze beleidsnota hadden geschreven dat wij een open beleid wensen te voeren naar de bevolking toe. Niet alleen de bevolking, maar ook naar de bedrijven. Als we op die manier ons profileren om te zeggen wij gaan een open bedrijvendag organiseren, gaan we ook een aantal van die mensen die in de bedrijven actief zijn, gaan we die ook kunnen warm maken om in dat ganse project te stappen. En ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn, dat Zwijndrecht daar het voortouw heeft genomen om dat te organiseren. Ik heb vandaag een aantal bedrijven bezocht en ik heb moeten vaststellen dat er heel wat mensen op afgekomen zijn. En dat op die manier ook niet alleen de bedrijven in de belangstelling komen, maar ook het gemeentebestuur als het ware. En dat ook heel wat mensen het administratief centrum en de bibliotheek en de grondgebiedszaken zijn komen bezoeken. Ja, dat is normaal, maar dat is wel een spiegel. De gemeente Zwijndrecht geeft ons de mogelijkheid om aan dit evenement deel te nemen en wij trekken daardoor een veel groter publiek aan. Dat is zeker een troef die wij nergens anders kunnen vinden om zo'n open deurdag te organiseren. De respons die we daardoor krijgen vandaag is buiten de verwachting. Je zou mogen stellen dat iedereen zou moeten voordeel eruit halen, dus dat wil zeggen een win-win situatie en ik denk dat het ook het geval zal zijn. Het is ook de eerste keer dat het wordt georganiseerd bij ons in de gemeente Zwijndrecht, maar ik meen toch te mogen stellen in de eerste reacties die ik heb opgenomen dat allemaal daar echt enthousiast over is over hetgeen vandaag gebeurd is.